Bij stormachtig weer op weg van Rotterdam naar zee liep het Britse stoomschip Spanker midden in de nacht vast op de uiterste punt van de Neurderpier bij Hoek van Holland. Felle windstoten drukken de 1200 ton metende vrachtboot onwrikbaar vast op de zware basaltblokken van de pier. De gehele scheepsromp werd hierdoor ontzet en het schip sloeg lek. Alleen de kapitein was nog aan boord toen de volgende ochtend scheepvaartautoriteiten ter plaatse een onderzoek instelden. Het schip wordt als verloren beschouwd en zal binnen de kortst mogelijke tijd worden opgeruimd.